De Zultenaren mogen hun borst al nat beginnen te maken, want Zulte wordt 3 keer het dorp van de Ronde tijdens Vlaanderens mooiste. De Ronde van Vlaanderen zal volgend jaar op 2 april door de gemeente passeren. En dat zal ook in 2025 en 2027 het geval zijn, wanneer de startplaats van de koers telkens in Brugge is. En Zulte als dorp van de Ronde, dat betekent maar 1 ding. Een waar volksfeest met heel wat randanimatie. De Ronde wordt integraal op tv uitgezonden, dus ook de passage door Zulte zal daarbij aan bod komen. We kunnen daarbij ook onze troeven uitspelen. Ook belangrijk is dat het onze mensen samenbrengt. Het zorgt voor amusement, het zorgt voor beleving. Mensen zullen buiten komen, zullen die ronde komen volgen, dus dat zal fantastisch zijn. Het is ook goed dat we mensen kunnen zaken geven om eruit te kijken, data om eruit te kijken. Dus 2 april 2023 wordt zeker een hoogdag in onze gemeente. Aan het parcours van de Ronde van Vlaanderen wordt nu nog volop gesleuteld door organisator Flanders Classics. Maar als dorp van de Ronde zal Zulte en ook de deelgemeente Olsene en Machelen aan de Leien telkens een mooie passage van de renners te zien krijgen. En dat moet opnieuw een hoogdag worden, want de laatste keer dat ze de renners hier in Zulte zagen passeren is intussen alweer van 2016 geleden. En voor de ambiance wordt er dan ook een beroep gedaan op alle lokale verenigingen in Zulte. Dorp van de Ronde moet een groot feest zijn, hè, en dat het echt effectief gedragen wordt, hè, door het publiek, door de families, hè, door de opa's, de oma's, hè, maar ook de kleinkinderen en vooral ook het verenigingsleven. Hè, dat het vanuit het verenigingsleven gedragen wordt, een groot scherm ook, drank mag er ook wel bij zijn, hè, en vooral een groot feest. Hè, toejuichen toch van de helden, hè, de renners die ze toch ook wel zijn, en de Ronde, ja, de wielerhoogdag toch ook bij uitstek. Hè. Zulte heeft haar kandidatuur om dorp van de Ronde te mogen zijn dan ook met vuur verdedigd. En dat heeft vooral alles te maken met het grote wielerhart dat klopt in de gemeente. Zulte verwelkomt al enkele jaren de wereldtop van het vrouwenwielrennen tijdens de Baloise Ladies Tour. En de passages van de Ronde van Vlaanderen moeten ook een eerbetoon worden aan Frans de Mulder. De gewezen renner uit Machelen aan de Leien won in 1960 de Vuelta en kreeg een herdenkingsmonument in de gemeente. Ja, zeker nu met de hype rond Remco Evenepoel terecht, is het ook goed dat we nog een keer herinneren dat er toch een inwoner van Machelen aan de Leien in 1960 ook de Ronde van Spanje gewonnen heeft, ook op 22-jarige leeftijd. Dus dat is zeker een mooi aanknopingspunt voor de Ronde.